shit, holy shit. Iets later en ik ging achterover. Oeh. Niet normaal, joh. Kijk, ze branden in ieder geval nou gelijk. Doen ze dat achter ook. Oeh, nice. Deze loopt gewoon netjes weg. Deze die, die doet niet zoveel. Oh, jawel. Oh, toch niet. Oh, jawel. Een hele goede dag, dames en heren. Super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Mike en we gaan vandaag weer lekker aan het project verder werken. En met project heb ik het over 180 project. Waar we de vorige keer geprobeerd hebben de knipperlicht te maken, maar dat niet helemaal gelukt is. Nou heb ik, denk ik, de gouden tip gekregen hoe ik dit kan fixen. Dat ga ik vandaag aan jullie laten zien. Degene die misschien ook knipperlichte problemen hebben, die kennen misschien deze oplossing ook wel overnemen. Maar voordat we aan de oplossing gaan werken, wil ik eens kijken wat die doet zodra die loopt. Misschien zodra de scooter gestart is, werken de knipperlichten gewoon. Dat weet ik niet. Eigenlijk nooit getest. Waarom? Weet ik niet. Ik denk, omdat ik van mening ben, dat ondanks dat je scooter wel of niet aanstaan, dat je knipperlichten het altijd moeten werken. Maar goed, dat gaan we eens even kijken. Nou, dan gaan we eens even proberen te starten. De laatste keer dat ik hem gestart had, viel die uit. En toen startte die niet meer. Maar toen kwam ik er ook achter dat de tank leeg was. Dus die heb ik weer bijgevuld. Dus even kijken hoe lang het duurt voordat die aanslaat. En als die aanslaat, even kijken om de knipperlichten te doen. Contact aan. Knipperlicht aan. Oké. Kraantje open. Kraantje papu. Oké dan, de accu die trekt hij bijna helemaal leeg. Dus even kijken of we een keer kunnen kicken dan. Nou, dat ging wel goed eigenlijk. Nou, zoals jullie zagen had dat niet zoveel nut. Dus wat we nu kunnen doen, wat waarschijnlijk de oplossing is voor het knipperlichtprobleem, gaan we dus kijken naar de spanningsregelaar. Want in je spanningsrelais zit je knipperlichtrelais. Vroeger was dat nog wel eens apart. Als we dus gaan kijken naar de spanningsregelaar, heb je hier ook het stekkertje. Dan gaan we die even eruit halen. Dan kan ik hem aan de andere kant van het frame kan ik hem er even zo uittrekken. Nou, en als we dan hier ook de stekker hebben. Het witte, dat is gewoon constante stroom. We gaan dus de gele, die gaan we onderbreken. En die gaan we doorverbinden met de witte. Als het goed is, als we de zwart-gele draad op het witte hebben aangesloten, zou de knipperlicht het moeten doen. Dus we gaan dit eens testen en uitproberen. Daarvoor ga ik het tapeje iets verder losmaken. Want we willen niet heel kort bij de stekker de kabel doorknippen. Want mocht het niet werken, wil je ze ook weer aan elkaar kunnen zetten. Dus het beste is gewoon iets hoger. Dus meer vlees aan het stekker houden en dan iets hoger je knip maken. En dan gaan we deze twee doorverbinden. En wat is nou de makkelijkste en snelste manier om een draad bij een andere draad toe te voegen? Vind ik persoonlijk met deze clipjes. Hiervoor knippen we straks het draad door. En dan hoeven we letterlijk maar alle twee de draden hierin te stoppen. Dan knijpen we dit schuifje in. En dan door dit contact gaat hij van het ene draad, maakt heel contact naar het andere draad. Daardoor hoef je niet te solderen, andere dingen te doen met de kabels. Je knipt er gewoon door, zet deze ertussen en je wikkelt er weer tape omheen. Not much later. Och, je voelt me zo stom. Oh! Ik heb niet goed gelezen, dames en heren. Voel me zo stom. Ik lees nu het bericht terug. Het was niet zwart-gele draad, het zwart-blauwe draad. Ik heb gewoon letterlijk de verkeerde draad doorgeknipt en met een andere draad verbonden. Het heeft niet voor kortsluiting gezorgd, maar goed is het denk ik ook niet. Ik heb het clipje heb ik weer afgehaald. En nou heb ik deze mooie krimkous met soldeertin erin. Dan gaan we het gele draad weer aan elkaar maken. En dan het sneetje wat we hierin hebben. Nu gaan we exact hetzelfde doen met het zwart-blauwe draad. En nu gaan we deze twee gewoon bij elkaar binden. En dan komt hier weer een mooie krimkousje omheen. Dan gaan we een mooie tape eromheen. En dan is er voor de rest niks meer aan te zien. Maar voel me er wel stom door. Nou, deze zit alweer netjes en gesoldeerd aan elkaar. Nu gaan we dus de witte en de zwart-blauwe draad pakken. En nu gaan we dit opnieuw met het clipje bevestigen.
Oké, dames en heren, we hebben het opnieuw geprobeerd, dit keer met het goede draad en ik hoop dat dit ander resultaat geeft. Oké dan, op hoop van zegen dat hij nou niet meer zo snel knippert. Nou knippert er helemaal niks meer. Want dit is natuurlijk je knipperlichtschakelaar en zoals je ziet, het inkomende draad is inderdaad een blauw-zwarte. En dat is ook degene die we nu hebben doorgeknipt en bij de witte hebben aangesloten. Dus dat zou in principe moeten werken. Nou ga ik even het contact aanzetten en dan gaan we eens even kijken of er stroom op staat. Niks. Dan moet 100% het draad niet goed zijn aangesloten op een of andere manier. Nou, dat klopt wel. Het draadje zit er niet helemaal goed in. Ik ga deze er even beter in doen. Oké, hij zit er nou weer goed in. Laatste test. Hopelijk doet hij het nou wel. Kijk. Dat is geweldig. En nu gaan we eens kijken hoe de kniplichten reageren. Kijk, ze branden in ieder geval nou gelijk. Doen ze dat achter ook? Oeh, nice. Nou, dat is nog best redelijk. Ze branden in ieder geval volledig. Achter deze niet. Maar de andere kant dan weer wel. Deze loopt gewoon netjes weg. Deze die doet niet zoveel. Oh, jawel. Oh, toch niet. Oh, jawel. Oké, voor de helft iets. Ze branden in ieder geval wel helemaal volledig. Nou knipperen ze niet. Maar één ding snap ik nou niet. Want nu branden in principe alle knipperlichten. En dan zou je moeten spelen door weerstandjes ertussen moeten doen. Maar op die Audi wegloop knipperlichten, daar hoeft alleen in principe stroom over te staan. Omdat ze dynamisch lopen. Maar de andere kant doet het dan weer niet. En daar snap ik dus echt helemaal niks van. En nou is de voorkant natuurlijk ook gewoon alleen brandend. En wat is het nou? Aan de voorkant zitten al weerstandjes tussen. Dus ja, moet je dan nog meer weerstandjes ertussen doen? Moet je dan een zwaardere weerstand ertussen doen? Dat hoor ik graag van jullie. Weten jullie dit nou? Zet het dan even in de comments of DM me. Daar kun je me ontzettend hard mee helpen. Ja, in principe doen de knipperlichten dus deels. En branden ze allemaal. Je ziet hier ook op het dashboard constant branden. In ieder geval hebben we een soort van deels de knipperlichten gemaakt. Nou lijkt het me even leuk om hier even een rondje mee te rijden. Dus ik ga hem zo starten. En dan ga ik hem een beetje nog bijvullen met koelvloeistof. Even kijken of er in de slangen niet al te veel luchtbellen zitten. En dan wil ik eigenlijk eens hier eens even een rondje op gaan rijden vandaag. Nou, dan gaan we het helmpje pakken en dan gaan we het eens uitvinden.
gaat wel snel hoor, dames en heren. Holy shit, iets later en ik ging achterover. Dames en heren, die is wel snel. Nog niet op volledig vermogen, maar hij rijdt goed. Niet normaal. Maar ja, nou is hij nog niet eens fijn afgesteld. Hij heeft alle standaard settings nog van het motorblok. De uitlaat zit nog niet goed vast. Dus hij kan een beetje vermogensverlies hebben. We hebben nog geen powerfilter of weet ik veel wat. Dus er is echt nog wel werk aan de winkel, maar sheesh. Het is wel eng om daar wheelies mee te doen hoor. Ik zeg je wel eerlijk. Het is heel anders dan een 70cc. Bij die 70 weet je gewoon precies hoeveel die power is met het opvangen en alles. En als je nou een wheelie trekt en je wil een beetje gas bij, dan pak je ineens heel veel power. Jongen, wat een geweldig ding. Maar dames en heren, hij rijdt lekker. We hebben de eerste wheelies gedaan. We hebben progress gedaan. En hij rijdt hard. Nu hebben we ook de kilometerteller kunnen testen. Nou werkt die kosttemperatuursensor nou niet helemaal geweldig op een of andere manier. Hij zegt dat hij of uitstaat of dat hij niet echt de waardes kan lezen. Wel een beetje apart. Voor de rest deed hij het gewoon, maar... Wat voelde dat goed om even een lekker stukje te rijden. Dames en heren, als jullie deze video leuk vonden, vergeet dan zeker niet even te liken. Vergeet niet te abonneren, het is gratis, het is een kleine moeite, je helpt me ontzettend erg. Ik merk gewoon dat 30% nog niet geabonneerd is, dus als je nog niet bent geabonneerd, abonneer even. En voor de rest, deel, doe wat je wil en dan zie ik jou weer bij de volgende video. Take it easy, tot de volgende keer. Doei doei!